Hagenaar, in de koppositie in handen neemt. Dan daarachter de 321 van René Astra. En daarachter de 334 van Marco Weunk. En dan de kever van onze Simon Hemmen uit Emmen. Rijdt goed mee. Daar gaat ik even in de ronde. Maar hij kan weer verder, gelukkig wel. Kreus van de divisie V, graag naar de startopstelling. Divisie V naar de startopstelling. Wagenaar, dat was even aan het uittesten voor de volgende NK in Lopik. Hier in Albergen had hij een hele goeie. Ja, hij zat niet bij de eerste 2-3. Maar nu is het ja, vandaag de tijd om even de band eruit te testen. Wat doet een auto op een kleibaan? Want de volgende NK-wedstrijd van de Euro WK NK is op een kleibaan. Kijk eens even hoe tindert hij hier eroverheen. De 102 van Chris Wagenaar. Dan de 334 van Marco Weunk. De 321 van onze René Hostra. En na vele glipperpartijen is hij er toch nog onze Simon Hemmen. Met de 419. Chris Wagenaar die door die vocht heeft dwijlt. Al was het een drifter. Full speed. Pakt hij daar de bocht. En dan gaat hij bijna helemaal dwars. Beetje te veel. Op de limiet rijdend. We gaan de laatste ronde in van deze sprint combi-klasse. Oftewel sprint kever combi-klasse. Net op de eerste plaats. Chris Wagenaar, dan Marco Heuk, dan René Astra. En dan was hij alweer in de ronde, de 419 Simon Hemmen. Dan heeft de verkeerde ballen eronder gezet. En dan komt hij aan, hij pakt de volgende punten. Chris Wagenaar. Tweede plaats voor Marco Heuk, de 334. Dan René Astra, die de buitenkant van de baan bezoekt. Waar het gras nog groen is en de baan nog niet helemaal verreden is. Ik sluit deze manche op de derde plaats. En op de vierde Simon Hemmen.